Hallo Eindergame, mijn naam is Quinter en vandaag een nieuwe video. Vandaag gaan we weer verder met Assassin's Creed Odyssey. Ik heb twee afleveringen gemaakt. De vorige aflevering was de titel aankondiging voor Redemption. Ik weet het, ik heb het maar één keer gezegd in de video. Maar het is gewoon, ja, ik had geen andere titel en nou ja, dat vond ik gewoon even belangrijk zodat jullie weten dat dat ging komen. Maar nu gaan we gewoon fucking schepen gaan veroveren. Op ons schip. Dus dat is chill. Ik zit hier rond het eiland. Ik heb terug mijn schip geüpgraded de vorige keer al een super gehaald. Maar ik heb het tussen allemaal geüpgraded. Ik heb mijn ramschade ook. En we kunnen ook trouwens schip enteren zodat we nu gaan doen. Oh nice, Eve, ik kan bijna goed vechten met de speer, man. Oh, recht door je buik, gewoon mooi. Tje! Oké. Even, alles had je zijn pakken. Weer naar ons schip gaan. Wat was dit? Draha. Met plezier. We've got a fight coming. Be ready. Nog een fight, oké. Maar spelen smeten kan ik beter nooit maken. Yo Eevee, wat de fuck? Dit ga je niet meten. Ik heb gewoon 1 of 2 schoten gevuurd met mijn boog. En het is al gedaan. Nice. Maar even wel naar moeilijke gebied vragen. Ook zo onrealistisch, ja. Had dan zo heel de oude tijd als hij gewoon even met zo'n zak van loge en zo hele mooie cape, zeg maar. Echt, hè. Zo mooi om te kijken hoe dan schip zinkt, Mauke. Nice, dat is wel niveau 4. Ja, nice. Ik 12. Bijna 13. Ja, daar gaan we niet eens naartoe gaan. We gaan eerst naar een moeilijker gebied gaan. En dan testen ik kijken hoeveel XP dan nog moet nemen voor level 13. Oké, okay, dan haal ik meer dan haar. Echt, ja. Eevee mag eigenlijk allemaal af, wat de fuck niet. Assis is bijna sterk. Weet je maar, deze karakteren doen me like, soort van Aya dan, ik weet niet waarom.
nice kan spelen. Op een fucking schip varen is echt kut. Maar dat schieten bedoel ik. Lekker Eevee, recht door zijn buik, man. Ze gaat wel goed in dingetjes, hè. Ik kan trouwens praten met die guy, maar wat kan ik zeggen tegen hem? Ik weet eigenlijk wel veel haalt van ook, 55 per schip. Oké, wat dat we nog allemaal kunnen doen. Oh, is er hier een sidequest? Want dit zou ook wel chill zijn. Waarschijnlijk wel, maar wat moet ik hier doen? Dan kan ik uiteindelijk dit doen dan. Wacht, hier kreeg ik super veel haalt van en zo'n ding. Maar ik werd liever bij de Spartaan. Dus ja, we gaan ook gewoon zorgen dat Spartaan shit krijgen hier. En we gaan meevechten met Spartaan dan. Dan moeten we eerst naar hier gaan. Oké. We gaan dat doen, want dan kan ik nog een oorlogsmissie doen. Soort van, dan moeten we tegen legers vechten. Dan al echt fucking chill. Dus ja. Gaan we even doen dan. Yo, als mijn speelveren zonder. Wel, ik ben dat ook aan het doen, hè. Oh, ook omdat mijn beste wapen is, maar ja. Ja, bij mij niet per se, man. Ja. Tien is in bestand, hier. Oh shit. Contract dat ik nu af aangedaan ofzo. Maar hier maakt iedereen af, ik zweer. Echt, hè? Toch, pardon. Nu gaan we even de Atheense leider afmaken. Kunnen we, al ja, dan is het leger ook veel zwakker, kunnen we ze veel makkelijker verslaan. Ik krijg fucking veel haalt plus panzer in het paar. Twee, dus dat is chill. Dat is een kutkind. Je kunt geen kinderen vermoorden, dat is ook weer typisch, hè. Ja, ja. Jack zou ook aan mij lopen, makkelijk. Okay. What the fuck is dit? Oké. Kijk, dat is normaal een random guy. Yo, het leek echt op Aya van de... Echt, hè? Nee, ik heb zo'n auto aan, hè. En ik leek nu echt op Aya, zeg maar, van de Hidden Ones. Ik heb die al een keer gevraagd, dus oké. Okay. We gaan nu nog een keer naar... een paar dingen gaan om dat te doen wat ik daarnet zei. En dan gaan we gaan vechten. Hey, wacht, kun je eigenlijk in dit hooi u verbergen? Nee, dus. Hooi, bedoel hout. Sorry. We gaan ook gewoon niet sneeën, want het is nog maar level 8 en dan zou het veel te makkelijk zijn. Ja, misschien dit wel. Hè? What the fuck? Ze zijn hier wel goed win, hoor. Voor welk level is dit? Node is 42 en 46. Oh. Hey, wonder. Doei. Ik dacht dat dit 8 was, maar nee, dus. Shit, sorry. Dat is gelukkig een trucje dat ik heb. Loser. We gaan wel vlug naar ons schip gaan. Over dit bootje, want de enemies kunnen hopelijk veel trager op ding klimmen. We zijn ook totaal geen assassins eigenlijk, maar oké. Maar weet je, Reinhard, ik vraag me af. Ik denk dat Odyssey voor Origins komt. Ik weet het niet. Het zijn geen assassins, hè, maar ik bedoel... Bayak is de eerste assassin, maar weet je waarom, hè? Je weet wel, Bayak kreeg een hidden, oh ja, een hidden blade, hè, plots. Ja. Wel ja, maar ik vind dat zo raar, want hier bestaan er nog geen hidden blades. En de DLC dat gaat komen, is de eerste hidden blade. Dus ja,
Dat is fucking raar toch? Oké. Okay. Oh, hier, premies en contracten, het is hier. Oké, we gaan het dus gewoon even niet doen, we gaan gewoon een random ding. Weet je wat me nu wel opvalt? Als iedereen met zo'n speer en een fucking lelm steekt, hij is dan net like een hidden blade en zo. Wordt ook gewoon zo. Echt, hè? Een speer. Oh, ik ben nog geen level 13, dus oké. Okay. Ik krijg echt allemaal slechte dingen, man. Laat ik wel even gewoon hier een beetje shit doen. Boeit niet dat ik slechte dingen krijg, maar... Dan is dit een beetje afgerond, dan kan ik door naar een moeilijkere ding. Al ja, dit is te moeilijk. Eén zo'n guy, ik dacht van ja, we gaan er direct op af. En toen zag ik dat hij level 46 was, maar oké. Okay. Vanaf hier gaat denk ik moeilijker zijn. Over. Die rode zijn Spartaanse en... Ik weet niet, die blauwe wil ik kapot, maar ook al heb ik zelf een blauwe vlag, maar... Maar ja, kom op. Al onze manschappen. Fuck jullie weg, ga jullie gewoon enten. Ja oké, okay, boeien. Waarom sta ik in de fik? Verdomme. Perfect. Du-du-du-dum. Nee, ik wil besturen. Veel sneller hopen. Ik ga dit schip even kapot maken. Ik moet wel een beetje dichter raken. Zoals nu en dan. Heb ik serieus geen pijl meer? Godverdomme. Ik heb nog maar net fucking veel gemaakt, maar oké. Okay. Nu heb ik er weer 40. Maar ja, het is ook logisch door de nieuwe upgrade, man. Ik ga zonder pijl. Ik
Wow, joh, man, doe ik je normaal. Dat is zo nice, hè, gewoon. Allee, allemaal keuze. Lekker parry. Oh. Maar ja. Dan val maar in het water. Even een paar chestjes spotten. Dat is de andere schip zeker. Nice. En het zo nice game ik zie. Echt hè. De redemption gaat nog nicer zijn, maar oké. Ja, dat is wel, ja maar. Dat is dan next level redemption. We gaan nu niet meer schieten, want we kunnen nu enteren. Oh man, als ik heb zo'n oogst, dan is echt lekker zo, man. Ik weet niet helemaal. Oh, ja. Die oogst is zo. Ready yourselves, let's board the bastards! Yeah! Yeah! Bye! Maar ze liggen ook in het water. Ja, je vader niet los te moeten. We zijn nog dood. Die guy is nog niet dood. Ja, nu wel. Maar weet je wat mijn probleem was hier op het begin? Ik had er zo helemaal op het begin. Je weet wel, als je met je boog mekt, dat je L2 moet loslaten zodat je geen pijl afvuurt. Hè? Huh? Maar ik wist eerst niet hoe dat moest. Dus ik, ja, ik schoot gewoon in de grond en ik pakte mijn pijl weer op het begin. Ik vind wel chill in Origins en in Odyssey dat je nu echt overal onder water kunt duiken. Oh ja, inderdaad. Maar ja, oh, nice! Oh, een van de Athene van level 11, perfect, die gaan we even kapot maken. Zet daar gewoon een. Oh, dat zijn. Die huurling zit daarop. Nu snap ik het. Oh, nice. Ik ga een huurling vermoorden op een schip, gast. What the fuck. Nice, kijk eens. Dit is gewoon geschiedenis. Voor mij toch. Nee, ik wil hem vermoord. Nice! Oeh, dat was mooi. Recht door zijn borst. Oh, chill. Fucking nice hotkist, man. Oh goed, het zit maar 22 hout in. Oh, en maar wel een goed zwaard. Dat is chill. Oh, nice. Dit is cool. Nu hebben we een...
schouderbescherming. Wat dat we eerst en vooral even gaan aan doen, oh, en het refever gewoon nice. Zelf van de Aegeïsche Zee of zoiets. I don't know what the fuck. Is er nu serieus niks beter? Oké, okay, god man. Ik heb nu wel een goed gekregen, dat is slechter, dus die doe ik ook even zo. En die armen zijn beter. Ja, nice. Die niet, maar gewoon ze even. Nee, die doe ik wel even zo. Nou, een beetje meer plaats. Een broek doe ik weg. Boeien. Ik zie nou niet ervan dat we het gewoon, dus ja. Heb ik al een betere boog eigenlijk? Nee, oké. Okay. Kijk, kijk welke huurling dat we eigenlijk hebben vermoord, want ik let er eigenlijk niet op. Kijk, we hebben die van level 14 achter ons, dat is een vrouw, dus die wil ik wel nog vermoorden, maar nu nog niet direct. Kijk, Homer de verwaarloosde hebben we vermoord, oké. Okay. We hebben er al meer vermoord, dus dat is chill. Maar we gaan kijken of dat er nog schepen zijn. Dat we kunnen veroveren. Wat chill, we zijn vanaf daar begonnen, waar jullie dat beeld zien, daar. En we zijn helemaal naar hier geraakt, maar allemaal schepen te verwoesten, fucking chill. Kan ik hier zitten? Oh, ik kan met hem praten. Oh ja, dat is die guy. Dat is een groot schep daar, die wil ik veroveren. We hebben veel te veel huurlingen achter ons aan. We kunnen ze betalen, maar dat doen we niet. Ik hoop niet dat dat schep zich gaat bemoeien, want ik weet niet hoe goed dat die guy is, maar... We gaan hem eerst en vooral een keer goed ram. Nu ongeveer. Oké, okay, die is echt slecht. Doe nu gewoon even. We doen de helft, zodat we nog kunnen enteren. Ja. Ach, kut. Ik haat dat dat zo in... Hey Reinhold, weet je wat ik haat? Dat je zo echt net zo als je van boot naar boot wil veranderen en dan spring je per ongeluk in het water. Dat is echt kut. Ah ja, dat is echt kut. Dat verpest heel dinges. In het water, nice. Die trappen zijn echt fucking chill. Wel even. Oh nee, dat is die boot daar, oké. Okay. Hoeveel geld hebben we nu gekregen van alleen schepen te doen? Oh, we hebben toch 1000 euro binnengekregen ervan. Dat is chill. Een haai ga ik even een keer vermoorden. Kom op, kut. Haaitje. Oh shit, deze bot zinkt ook gewoon. Kut. Mijn golf level is. Waar is die guy van level 9? Nou, we hadden hem bijna, godverdomme. Dit is vlucht, oké, okay, die dan nog? We gaan ook die een blauw weer rammen. Die blauwe zijn van Atheners en de rode zijn van de Spartaan. En die zijn of gewone schepen of piratenschepen.
Grijs is denk ik een piraat. Die daar zijn een piraat. Wat ga je doen jongens? Hé, wat ga je doen? Please van de meisje. Al hebben wij door. Dat zijn sterke, denk ik. Vind ik echt nog niet zo rap kapot. Oh, nice in het water. Dat is zo erg dit. Ah! Rammen! Oh my god, die rammen vallen zo cool. Oh my god, dit is allemaal goed. Oké, dat is weer al eens iets te zien. Dan kan ik even iemand overboord smijten, hè? En in dit vuur. Wat zou er gebeuren als je hem in dit vuur smeet? Heel klein beetje vuur. Zou je dan ook in de fik staan? Nee. Oké, pak even die schatkisten. En we gaan weer verder. Oké, zo. Dat. Oh my god. Dan de derde damage. Waarom is dit een mes, man? Stop ik met fucking. Ja, maar jee, kom aan, doe dan iets, keur. Ja, maar kom aan! Die guy is zo low en dat is zo'n fucking pussy bij hem, doen. Level 14! Doe normaal. Oh shit, man. Oh, ja, ja. Oh, fuck. Oh, nee, kutzooi. Ja. Oh my god. Zoveel fucking fights van vandaag, dood door die kut. Ja, bij mij man, een schip van level 14. Met een dinges. Nee, man, dit is echt het moeilijkste gevecht dat ik ooit heb gehad in een boot. Ja, maar we weten het wel niet normaal, we weten het niet normaal. En dan komt die keimer zo de handen op, van jongen man. Fuck, hey, ik vond het wel. Ik had iedereen kill behalve die rode keimer, dat was een half dat piek. Nice, we kunnen enten. Letterlijk had nog maar een kwart van mijn HP over, hè? Minder zelf, wat joh. Een level 14 schip. Maar eerst even zwangen tot als ze een beetje dood zijn. Okay, nu gaan we. Waar is die rode guy? No, die is nog niet dood. Zeg niet dat hij dood is. Nee, oh, dan heb ik hem waarschijnlijk niet gekild. Oh, dat is echt kut. Ik ga niet dat ik dood ga gaan, alsjeblieft.
Nee! Oh, maar ik had al zoveel verhef en die guy heeft verhef op zijn zwaard. Goed dan. Oké, maar hoe dan ook, bedankt voor het kijken. Tot volgende keer later.